waar je bang voor bent is wat er zaterdag is gebeurd. En je hoopt het nooit mee te maken, maar het gebeurt. Zo'n ernstige ongeregeldheid heb ik hier op dit veld nog nooit meegemaakt. En dat hoop ik ook niet meer mee te maken. En toch gebeurde het op dit veld in Apeldoorn. De A1 van Columbia kreeg IJsselstreek uit Deventer op bezoek. Vlak na het laatste fluitsignaal ging het mis. Een speler van Columbia zou bewusteloos zijn geschopt toen hij op de grond lag. Een van onze mensen op de grond is beland en daar ook verwonding heeft opgelopen. Een tijdelijk groggy is geweest. Getuigen wezen meteen naar de twee spelers van IJsselstreek. Jongens van 16 en 17. Ze zijn aangehouden en de schrik zit er goed in bij beide clubs. Mensen ook die in de kantine zijn, dat zijn ook mensen die wat tegen een stootje kunnen. Maar de verbijstering op hun gezichten was af te lezen, ja. Iedereen die betrokken is bij de club, zowel bestuur, jeugdbestuur, iedereen in het clubhuis, iedereen die eigenlijk het randgebeuren van IJsselstreek meemaakt. Iedereen staat eigenlijk nog wat te trillen van het gebeuren van zaterdag. De twee spelers van IJsselstreek zijn gerouilleerd. Beide clubs vergaderen vanavond over de vechtpartij.